Opstappen onze kindjes. En de grote baby is er ook bij. Hallo, ik denk dat het de eerste keer is dat we echt iets zeggen in de vlog. We zijn met Bente. Zeg hallo! En met Torbe. Sam natuurlijk. Hey. En Anaïs. Hey. En we zijn bij Geoti. Dat is het koffiehuisje eigenlijk van onze vrienden Jolien en Jenno. En we gaan vandaag met deze twee kleine mannen hier gaan we een geocache route doen. Ja, aapjes. Zijn jullie apen? Nee. Jawel, denk het wel. Twee kleine aapjes. Nee. We gaan een geocache route doen. En we gaan eerst iets drinken op het gezellige terras hier. Super fijn. En dan gaan we, denk ik, de cupcakes route doen. Ja, een kinderroute zo. Ja, iets, voor, allez, iets meer zo voor kindjes. Dat weet ik hoeveel niet. Kilometer? Ik denk 100 kilometer. Dat is goed. Dat is super ver, Torbe. Nee, ik denk 5 of 6 kilometer. Dus dat is niet zo veel. Dat is een beetje meer dan de vorige keer. Dat was maar 4 kilometer. Oh, ah, oké. Okay. Dat zal wel een leuke wandeling worden. Maar ik wou die doen. Ja. En gaat je ze allemaal vinden, denk je, Torbe? Ja. Ja? Ja. Ik ben benieuwd. We zijn vertrokken op geocache-tocht. Hier is de rest. En we gaan het bos in, zo te zien. Spannend. Ja, het bos, hè? Gaat je langs deze kant? Oké, heel goed. We hebben de eerste geocache gevonden. Heb je het makkelijk gevonden? Mocht je zeggen, ja, snel gevonden of zo. Hebben we hem snel gevonden? Ja, hè? Heel snel. Ja. Het zijn echt zo super leuke cakejes. Cakejes? Ja, dat is toch een cakeje? Een zandwafel. Echt? Ja. Hier is de pen. Wie heeft deze geocache gevonden? Kijk, goed zo. Snel gevonden. Kijk hoe schattig. Kijk hoe schattig die wil mij opeten. Je kunt me niet eten. Ik ben niet eetbaar. Ik ben niet eetbaar, baby. Look cute. Kijk. Black Beauty. Volgens mij heet die Black Beauty. Look cute. Look cute. Hey. Hey. Mooi hier, hè? Ja, heel mooi. Echt wel mooi, wauw. Echt een leuke wandeling. Ja, koeien. Hoe doen de koeien? Hoe doen de koeien? Weet je dat? Nee. Jawel, boe. Zo stil, boe. Dat is beter. Maar waar is de Torbe? Hierin? Oké. Oh, die gaat in mijn t-shirt. Nee. Ah. Waar is die nu? Ik ga nog tegen de fietsen. Wat moeten we hier eraf doen? Die kijkt naar mij. Die is weggevlogen. Lukt het? Nee, want ze ziet niks. Ziet ze niks? Ai, ai. En nu verhoog, hè? Maar nog hoger, dat gaat moeilijk, hè? Sam heeft u al zo hoog vast. Met een code? Oeh. Is dat EYXZ of wat? EYXZ. Wacht even.
Daar. Waar is I, X, Z? 1, 6, 3. 1, 6, 3. Eens kijken. 1, wat is de code? Ja. Oh. Oh, wat is dat? Ik dacht dat het een koekje was. Een koekje? Allee jong. Wauw, een echt ja, boek. Ja, dat koekje wil ik meenemen, hè. Dat mag niet, hè. Je mag dat toch niet meenemen. En hebben er al veel mensen in geschreven. Ja, wow. Superveel, hè. En, vond je het leuk? Ja. En jij? Nee. Nee? Waarom niet? Ik toch niet. Ik het wel leuk vond. Ik toch niet, maar wel leuk vond. Ja? En hebben we ze allemaal gevonden? Ja. Zo'n beetje wel, ja. En hebben we ook de bonus gevonden? Zo'n beetje wel, ja. En wie heeft de weg zo goed gezegd? Zo'n beetje ik, hè. Zo'n beetje jij. Goed gedaan. High five. High five. Good job. High five. High five. Waar ruik je? Pannenkoeken. Gaat je ook een pannenkoek eten? Ja. Ja. Wij gaan allemaal pannenkoeken eten. Kijk er al naar uit. Ik heb wel heel lang geen pannenkoeken meer gegeten. Wat is dat? Waarom staat hier achter dat? Omdat dat een stickertje is en dan weet ik welke dat mijn camera is. Want Sam heeft dezelfde en Celine heeft dezelfde. En dan weet ik met het stickertje dat deze mijne is. Zie je dat? Ik plak een sticker achter op mijn camera. Heeft Sam een andere sticker? Nee, Sam heeft... Ah jawel, je hebt ook een sticker. Ik heb een sticker van My Little Pony. En Sam heeft een sticker van Hurley. Eraf. Chic, hè? Daar is trouwens Sam en daar is Jolino. Jolino? Allee, wat zeg ik nu? Oh, Jolino, dat was een mengeling van Jolien en... Ja, nou kijk, daar is Jolien in de keuken. Aan het koken. Jolino. Ah, Jano staat er ook bij, dus Jolino nu, hè. Ja? Wat is er? Ja, ik heb een... Oeh, kan je ook zo mooi tekenen? Nee? Allemaal op een gsm. Jeugd van tegenwoordig. Wat zijn jullie aan het spelen? Ja, dat is een hele tijd zo. Hè? Een spelletje. Een spelletje, och. Yummy, onze pannenkoeken zijn er en ik heb lactosevrij. Ja, om te eten gaan we de gsm's wegleggen. Geef maar. Dank u wel, goed zo. Heb je zin in pannenkoeken? Oh ja, hè? Yummy. En ze maken dat dus ook lactosevrij en glutenvrij, alles wat je maar wilt. Wil je nog een chocomelk? Ja? Oké, okay. Bruine suiker. Je hebt siroop gevraagd. Ja, met ook een beetje bruine suiker. Ai, dat weet ik niet als gaat hoor. Ja, een beetje voor Bente. Ja, dat is goed. Ik ben er een Sam, zijn je klaar om papa te worden? Ja. Nee? Oh, kijk. Zijn je er klaar voor, Sam? Nee. Om papa te worden? Nee. Nee, wilt je graag papa worden? Ooit? Ooit. Maar ja, je hebt zo'n kindje. Ja, hè? Man, ik zo'n hevig kindje. Als u. Zo'n zot wel. Zo'n zotte. We zijn onderweg naar huis. Ja. Het was een leuke dag. Ja. Een mooie dag. Ik denk ook dat iedereen moe is. Het is heel stil in de auto. Vooral Anaïs is moe. En Anaïs. Oh, slaap. Maar Anaïs had al gewerkt deze morgen. Dus. Wil jullie nog eens iets gaan doen met Tati en met Sam? Ja. Ja? Ja? Oké, dan gaan we binnenkort nog eens iets doen, goed? Iets anders, maar we zullen nog zien wat. Ja. Ik zie alleen mijn mond. We hebben de kindertjes afgezet bij de bompa. Hm. Bij bompa. Iedereen is hier nog, maar wij zijn zo moe. Ook nog de nasleep van gisteren Pukkelpop, dus wij gaan naar huis. We gaan nog sneller naar Ys afzetten. Ja. And then we're going home now. Going home. Ja, volgens mij gewoon met mayonaise. En dan
Ja, dat mag. Een bakje stoofvleessaus voor mij. En een frikandel speciaal en wildervallen. En een piano. Nee, nee, maar alsjeblieft. Dat gaat wel zo, denk ik. Ja. Laat het maar, dank u. We hebben frietjes gehaald bij de post. Best frituur hier in Hasselt. Super lekker. Het zijn echt de beste frietjes. Mm-hmm. En we gaan die lekker eten. Okay. Yummy. Ik heb frikandel speciaal en bitterballen. En stoofvleessaus. En een frietje mayonaise. Dat was ik al vergeten. Oké. Okay. Frikandel. Frietje curry ketchup en frikandel. Ook lekker. Chillen. En ik verwacht wel een beetje bitterballetjes. Ja, ja, natuurlijk. We zullen die delen. Dus we gaan van ons avondje genieten. We hebben echt een superleuke dag gehad. Het was heel fijn met de kindjes. Ja, echt super. Soms ondertussen aan het kwijlen op mijn stoofvleessaus. We hebben echt een leuke dag gehad met de kindjes. Ze vonden het ook super tof. Dat is echt wel een tip als je iets met kindjes gaat doen of zo. Dat is echt een heel leuke kindvriendelijke geocache route. En ook heel leuk om daarna een pannenkoek en zo te gaan eten. Maar dat was echt lekker. Ja, ik vond het ook echt super lekker. Niet overdreven, maar dat was echt heel lekker. Echt lekker. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En wij zien jullie morgen.